gaat om die 22 daar. Die moeten voor het vermaak gaan zorgen. En als dat lukt, dan wordt het ongetwijfeld een mooie dag. Bij Ajax. En een paar opvallende namen. Spitsen is daar natuurlijk vertrouwd. Ook bij Ajax in een rol achterin. Net als bij het Nederlands elftal. Hoe ze precies gaan staan, ja, u hoort het interview. We gaan het zo wel zien. Johannes, 16 jaar is ze geworden afgelopen zomer. Ze is pas dus net 16, Amerikaanse. Zij staat voor het eerst in de basis in de Eredivisie. En voorin Hoekstra, Leuchter en Grant. Geen geweldige corner. Nog maar eens voorbrengen. Hoekstra helemaal vrij. Ook geen buitenspel. Ze had de bal nog aan kunnen nemen en dan kunnen afronden. Maar had misschien ook weer niet met zoveel vrijheid rekening gehouden. Diepe hoekschop. Komt uit bij Spitsen. Meestal neemt ze natuurlijk de corners zelf. Nu staat ze daar om te schieten. Steen redt. Johannes, bal blijft hangen. En nu heeft Steen hem klem vast. Keizer moet met de voorzet komen. Is lekker strak. Komt aan. En het schotje is een assist. Dan is de vlag omhoog. Geen eerste doelpunt voor Leuchter. Van deze middag. Daar waar Hoekstra eigenlijk de kans had om uit te halen. Die raakte hem helemaal verkeerd. Waardoor het bijna alsnog een assist werd. Maar inderdaad, Leuchter staat daar buitenspel. Verre inworp van Donker. Strak. Schiet goed door. De kans om uit te halen leek daar even te zijn voor Kira. Grant goed daar. Aangespeeld in de ruimte. Voorzet is ook uitstekend. Hoekstra doet het wat ongelukkig voor het doel. Deze bal legt ze prima terug. Sabayo legt hem klaar voor Van Gol. En de redding van Steen. Alsnog een kans voor Leuchter. Die kan de bal niet laag genoeg houden. Mooi in één keer meegegeven. Johannes geen buitenspel. Voor het doel Leuchter. Kan ook zelf. Johannes kappen en schieten. Ah, dat schot moet dan wel beter. Lijkt zo goed de rust te bewaren. Loopactie is goed. Fijne paas van Hoekstra. Dan kapt ze prima Remijnse uit. Maar dat schotje met binnenkant voet, daar moet dan toch echt meer overtuiging in. Onderschept. Telstar gooit ook alle energie die ze hebben in dat soort duels. Maar te voorkomen dat die passes aankomen. Om Ajax het gewoon zo lastig mogelijk te maken. Precies wat Telstar moet doen. Oh, die paas terug is niet goed. En dan is Leuchter weg. En is het niks, zegt Sander Huis. En dat is een redelijk essentiële beslissing natuurlijk in deze wedstrijd. De bal terug. Leuchter tikt de bal erlangs. En wordt dan wel geraakt. Steen kwam er net mee weg. Steeds aan het verdedigen. En houdt nog steeds de nul. Bal diep bij de tweede paal gelegd. Wordt teruggekopt. Steen heeft. Uitverdedigen niet echt overtuigend. Grant. Eén keer. En dan klaarleggen. Het schot is voor Steen. Mag er niet. Kira wel. Ja, komt Van Eijk. Maar die is eigenlijk te laat. En toch nog precies op tijd. Want ze kan in ieder geval de bal blokken. Wat een kans voor Telstar. Lacher te gehaast. Enorme kans voor Telstar. Dit schot gaat maar net naast. Lekkere knal van Isabelle Nottet. Daar zat overtuiging in. Heerlijk getrapt. Van Gol. Johannes kopt. Kan nu schieten. Dat schieten lukt niet. Uit de tweede lijn Grant. Bal blijft hangen. En dan is het nog niet raak. Goed gekiept door Steen. Kardinaal. Doe toch wel wat ze moet doen. Glijden naar die bal en proberen in te tikken. Maar daar was Steen dus weer.
Balverlies van Gerida Spitsen. Gomez, Gomez, redding, maar er is een rebound en die moet erin. Maar die gaat er niet in. Hoe is het mogelijk? Ajax brengt zichzelf in de problemen, notabene via Sherida Spitsen. Dan is het schot van Gomez er vol overtuiging. Maar moet deze rebound er natuurlijk in? Dat raakt hem in ieder geval helemaal verkeerd. Johannes. Zie je niet aan dat ze haar eerste wedstrijd in de Eredivisie speelt. Noordam. Bal schiet door. Kans, maar buitenspel. Hij telt niet. Het feestje wordt gevierd, maar te vroeg. De vlag is omhoog gegaan. Dat zal dan hier zijn. Als de bal, denk ik, toch vrij onbedoeld van Leuchter naar Hoekstra wordt gespeeld. Grant. Spitsen. Goeie bal. Noordam. Johannes naar die bal toe, daar waar Gomez meer afwacht. De paas is op maat, de voorzet wordt aangeraakt en het leek nog even bijna naar het eigen doel te gaan. Och, goede paas, toch buitenspel. Weer gaat het feest niet door. Leuchter heeft de bedenkingen. Ja. Ik heb ook zo mijn twijfels hoor, bij deze. Net wel, net niet. Het is in ieder geval gezien door de man die op één lijn stond als net wel buitenspel. De corner waar Steen komt, niet heeft. En hij wordt overgeschoten. Als Steen ernaast zit, het moet snel, het moet met links. Maar je mag van Keizer wel iets meer verwachten dan deze poging. Keukelaar. Spitsen. Goed geduldig gespeeld. Komt er ook een schot? Komt er een kans? Ja. Maar Leuchter heeft de dag bepaald niet. Telstar twee serieuze kansen gehad in deze wedstrijd. Maar nu is het natuurlijk alleen maar verdedigen. Ja, tenzij. Kardinaal hopeloos in de fout gaat. Alleen Lacher straft het niet af. Schiet recht op Van Eyck. En het is afgelopen. Telstar pakt een sensationeel punt bij de kampioen. Tegen de nummer 1 na laatst van het vorige seizoen. De ploeg die dit seizoen nog geen punt had, nog geen doelpunt had gemaakt en er al 12 tegen. Verspeelt Ajax in speelronde 2 al punten.